Bovendien kan de eigenaar, de heer Nijkman, nu aan de wet van de Nijkwaterstaat, de wachtkamer en plaatskaartkantoor voor de passagiers van de Vetis te goed komen. Dat dan geen geheel nieuw uit steen opgetrokken bedrijf aan het eind van de bier gezet. Dan, het is de vraag of dit punt steeds een beetje blijft worden in Ameland, zolang die vaststaat op een 1 dag, 2 of helemaal niet aan het eind gelegd zullen worden. Hoe het ook zij, Café Land en Leving is vandaag 2 uur met de dichter bij Ameland.